Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Robin's Mol Talk. De aflevering waar helaas Jip het spel moest verlaten. En eigenlijk was dat voor mij toch wel een soort van onverwacht. Maar ja, ook zij krijgt haar uh, torpedo terug. En ja, ik ben nog steeds uh, benieuwd wat er verder uit gaat komen. Wat mij verder opviel was dat er maar twee opdrachten waren in plaats van drie. En aan de ene kant zou dat dus makkelijker moeten maken om de mol te kunnen vinden. Maar in dit verhaal, juist omdat alles juist meer langdradig was, werd het gewoon een heel stuk lastiger. Dus ik durf nog steeds niet te zeggen wie de mol zou kunnen zijn. Maar ja, dat is ook wel logisch pas na aflevering 2. Ja, dan wilde ik nog even terugkomen op de vorige video. Waarbij ik zei dat de volgende, dus deze Robus Motop video later online zou komen. Het, het zat allemaal wat tegen met het verhuizen. Het duurde allemaal wat langer dan gepland. En waarschijnlijk als je zoals je kan horen. En uh, waarschijnlijk oh, denk ik ook wel kan zien. Want ik, want ik heb ook achter mij heb ik een greenscreen. Ik heb het vermoeden dat het allemaal nog niet optimaal is, maar dat uh, ga ik pas zo meteen uh, kunnen zien. Ja, ik wil in ieder geval daarvoor iedereen bedanken voor zijn en haar geduld. En ik hoop dat ik in ieder geval komend weekend weer normaal de video kan opnemen en dat maandag die video online komt. Ik ga geen beloftes maken, want ja, als ik ze niet kan aankomen, dan word ik daar ook op aangekeken. Dus dat gaan we lekker voorkomen. Ja dan hebben we verder nog onze community. Uh, bij de vorige aflevering heb ik in de beschrijving een straw poll gezet met de vraag wie jij verdacht wie de mol zou kunnen zijn na aflevering 1. Nou er is wel geteld 0 keer op gestemd. Ja dus die kan ik eigenlijk voor deze keer gewoon overslaan. En er staat ook weer uh, onder deze video staat er een link naar uh, een straw poll met de vraag. Wie jullie verdenken wie de mol zou kunnen zijn na aflevering 2. Dan uh, waren er ook nog een uh, aantal reacties onder de video. De eerste was van Van5832. Het is uh, voor mij natuurlijk zoals ik net ook zei een hele opgave. Nu met verhuizen en ook nog video maken en bewerken. Om dat uh, allemaal zo goed en zo snel mogelijk uh, te laten verlopen. En ja het is blijft een grote uitdaging. Maar ik blijf zeker weten wel mijn best doen. Um, ja, en verder stelde je de vraag of ik een pool had. Nou die had ik dus niet. Um, maar eigenlijk speciaal voor deze gelegenheid. Om toch weer wat uh, immersie te brengen. Um, heb ik een, uh, een pool aangemaakt. Nou de pool heet Robert Smalltalk. De link daarvan staat in de beschrijving. En nou ja, wie weet uh, zie ik je daar uh, terug. Dan van Gerco VW2721. Um, hij gaf aan dat Kees zijn vinger waarschijnlijk op het bord houdt zodat deze niet omhoog kan. Ja, het, het zou eigenlijk best heel goed kunnen. Want hij liep daar de hele tijd de baan een beetje klunzig te doen. En een beetje vreemd. Dus het zou mij niks verbazen. Het zou in ieder geval wel een hele goede hint zijn. richting Kees als mol zijnde. En dan last but not least. Erik Nieuwveen, 3945. Um, ja, graag gedaan. En ik uh, ben blij om te lezen dat je de video's uh, leuk vindt. En uh, mochten jullie en natuurlijk alle andere moloten nog hints en theorieën hebben, uh, ja, laat het weten in de reacties. En dan uh, zal ik deze meenemen in de volgende aflevering. En uiteraard als je de strooprol niet kan invullen, mag je ook gewoon uh, in de, de reacties achterlaten wie jij denkt dat de mol is, dan neem ik die ook gewoon mee. Dan is het uh, tijd voor uh, aflevering 2 van Wie is de mol seizoen 24. De titel van de aflevering was afgelopen. Ik. Uh, Dacht in eerste instantie dat het uh, richting Jip was, uh, die het spel uh, moest verlaten. Ik zou haast denken dat het een, een dubbele hint is dat, dat zij helemaal niet meer terugkomt in het spel. Ik denk dat de volgende afvaller ook een topito krijgt en dat ze dan daar een, een ander spel moeten doen, zodat misschien wel even hun terug kan komen. Dan de volgende, en misschien wat ver gezocht, waren de zogenoemde bankzitters. Ze konden niet wachten tot de opdracht was afgelopen. Fuck you. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Niks. We kunnen niks doen. Maar uh, dit verklaart natuurlijk niet de vraagteken die achter het woord afgelopen staat. In ieder geval tot zover de titel van de aflevering. En dan uh, gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is genaamd de Olympische Spelen. De opdrachten waar ze wel geteld 1968 euro konden verdienen. En dat was ook het jaartal dat daar de Olympische Spelen werd gehouden. Dat wist ik ook niet. En het is altijd weer leuk om nieuwe wetjes. Uh, te weten te komen. Helaas hebben ze 0 euro voor in de pot erbij gehaald. Zeker omdat het op een gegeven moment gewoon een enorm zooitje bij de commentatoren was. Of de presentatoren, Voor mij heet het commentatoren. Ja, eigenlijk had iedereen hier wel kunnen mollen op bijna alle posities. Met uitzondering, natuurlijk, de mensen die aan het hardlopen waren. De meest opvallende hero was natuurlijk voor ons met zijn vreemde reacties. Vooral met hij dat ja, die briefjes neerlag en dat alles door elkaar heen ging. Waardoor je dus gewoon geen. Bedrag eruit kon halen. Wacht, ik ga dus met een nieuwe beginnen. Maar daar halen we alles weg! Wij halen alles weg! Ja, ik moet wel zeggen dat ik hem hier niet direct op kan afrekenen. Want er is eigenlijk niets aan hem overgedragen. Er is heel weinig uitleg. En pas bij het zien van de uitleg van de echte moltok werd duidelijk hoe de opdracht ging. En wie wel soort het spel van in de gaten had, was Anna. Dat zij misschien voorkennis als mol zijnde hoe het spel zou gaan verlopen en dan had Kees natuurlijk ook weer zijn acties door niet duidelijk door te geven of hij nou staande of liggende getallen had en ja het is ja het is lastig om te zeggen of dat nou echt heel erg molacties acties zijn of niet maar goed als er wel één is dan is het wel een verdraaid uh, onhandige mol en ja zoals ik net zei de besluiten positie zou dan echt uh, de commentator uh, moeten zijn. Um, dan opdracht 2, ook wel uitzitter genoemd, waar 4000 euro verdiend kon worden, en er uiteindelijk maar 1250 euro in de pot bij is gekomen. En dat vond ik in eerste instantie toch wel erg vreemd. Het was wel een leuke opdracht en het duurde ook wel even voordat ik doorhad dat de uitzitters, of de bankzitters, net hoe je het wil noemen, ervoor zorgden dat het liedje werd afgespeeld in plaats van dat ze de. ...podcast te horen kregen bij de bergbeklimmers. Ik vond het in ieder geval goed verzonnen. Voor... Ik denk dan ook persoonlijk dat de mol zat bij de uitzitters... ...of bij de bankzitters. Uh, dus Rian, Kees, Tooske of Jeroen. Want de mol weet natuurlijk wanneer je opstaat... ...de podcast stopt met afspelen. En natuurlijk dan een liedje krijgt. En als je dat met heel grote regelmaat doet... ...door bijvoorbeeld te gaan zwemmen, door te gaan lopen, door een te spelen. Dan blijft er uiteindelijk heel weinig over van de podcast. Zullen we naar de bar gaan we iets bestellen? En ja, de, nou ja, Jeroen stond hier natuurlijk als eerste op. En ja, dan zullen er ook automatisch meerdere mensen meegaan. En aan het einde van de opdracht reageerde Tooske nogal overdreven... Hadden zij de podcast kunnen blijven beluisteren? Toen zij ineens besefte wat er aan de hand was en wat er was gebeurd. En ja, dan de, de laatste hint: en die kwam ik eigenlijk per toeval tegen toen ik aan het scrollen was op Reddit. Um, mocht je het helemaal willen lezen, zou ik even adviseren de video op stop te zetten. Of, nee, niet op stop te zetten. Even te pauzeren. Ja, dan is dit uh, in ieder geval een hint uh, richting Rian. Waar het uh, kort gezegd op kwam, is dat de kandidaten, uh, zoals Rick al zei, meer privé dingen moesten weten van iedereen eigenlijk en natuurlijk ook uh, van de mol. Het uh, lijkt erop neer dat er bij Tooske dit werd gedaan. In dit verhaal zou het dan kunnen zijn dat de mol houdt van suiker, een bepaald instrument speelt en snel kwaad wordt. Ja, zou dat dan zijn richting Rian als mol zijnde? Het zou natuurlijk kunnen. En uh, mochten jullie het na het zien uh, van deze aflevering zelf nog geen theorie hebben, laat het uh, weten in de reacties en dan uh, neem ik deze mee uh, naar de volgende aflevering. En dan uh, zijn we alweer aangekomen bij de test- en eliminatie van deze aflevering. De aflevering uh, waar Jip het spel moest verlaten. Ja, uiteraard wel jammer, want ik had het graag, graag nog wel langer gezien. En ik ben nog steeds zo ontzettend benieuwd wat ze met die uh, torpedo gaan doen. Maar ja, wie weet uh, komt ze daarmee ook uh, wel weer terug in het spel. Ja, wat mij ook uh, opviel tijdens het invullen van de test ten opzichte van de vorige keer was dat iedereen nog steeds erg verspreid zat. En nu ook bij iedereen werd medegedeeld waar ze een beetje op zaten, behalve dat van Anna. Maar goed, voor wie ik nu verdenk is eigenlijk niet veranderd. En ja, helaas had ik een paar punten op je gezet, want ik had zoiets zo van misschien toch wel. Maar goed, uh, ik had naar mezelf moeten luisteren en het uiteraard gewoon niet moeten doen. Wie ik uh, dus vorige week verdacht was: Anna, Kees en Fons. Ja, en dat is dus hetzelfde. Laat maar uh, weten wie jullie verdenken via de link in de beschrijving naar de Stropple. En dan uh, ga ik dat uh, meenemen in de volgende aflevering van uh, Robin Smalltalk. Ja, zoals ik net ook zei, aan het begin van de aflevering. Er is een Robin Smalltalk pool aangemaakt. Ook daarvan staat de link in de beschrijving. En uh, dat is ook uh, waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie ondanks alles toch hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.